Nogmaals, leuk dat u gekomen bent, dat u de tijd genomen hebt om een stukje Bijbelstudie te gaan doen. Op de vraag wat ik dan wilde gaan doen van Sarah van Oort heb ik heel vroeg gezegd: het geheim van het land en het geheim van Israël en het geheim van, van Jezus. En uh, ik denk dat het ongeveer zo'n 25 minuten zal duren. Elke keer misschien iets korter, misschien iets langer, ik weet niet. En dan daarna wil ik u de gelegenheid geven om te reageren of uh, vragen te stellen. <coughs> en dan, uh, dan uh, kunnen we even uit om een falafel te eten of zo. of uh, een beetje frisse neus te halen. Ik begin met uh, het geheim van het land. En, en de vraag. De vraag die je zou kunnen stellen als God ergens in het begin van Genesis, Genesis 12. Uh, begint aan die hele lange weg die, die gaat met een volk, wat hij zal maken. Een lange weg die, dat weten we, uiteindelijk zal uitkomen op de Jongste dag. In het Koninkrijk van God. Dan, dan begrijpen we nog wel dat hij een, een mens uitzoekt met wie hij aan dat volk gaat beginnen, Abraham. Maar de vraag is natuurlijk, waarom laat hij Abraham niet gewoon daar wonen, daar zitten? Als het erom gaat dat hij een mens zoekt die, 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 die hem volledig zal gehoorzamen, die in hem gaat geloven, weer opnieuw, het is heel verwonderlijk trouwens, om te zien hoe vlug de. De wereld eigenlijk alweer van God vervreemd en van God afleeft. De, de, de zondvloed is niet eens zo lang geleden gebeurd. Als je de leeftijden van al die mensen nagaat die zo lang leven, weet u wel, dan blijkt dat, dat Noach uh, pas sterft als Abraham 60 jaar oud is. En Sam leeft nog steeds. Als het erom gaat dat, dat God opnieuw met een mens in relatie treedt, waarom, waarom moet hij dan daar weg? Ik heb eens dus gedacht, het was juist misschien wel goed geweest om daar te blijven in Urde, in, in die, die heidense omgeving, om daar tot een getuigenis te zijn. Nee, God neemt Abraham mee naar, naar het land dat ik u wijzen zal. En dan komt hij uiteindelijk aan in een gebied waarvan God in de profeet Ezekiel zeggen zal... In Zegel 43, vers 7, dit is de plaats van mijn troon, dit is de plaats van mijn voetzolen, hier zal ik wonen in het midden van de kinderen van Israël tot in eeuwigheid. Wat is er met dat land dat, dat God dat stukje land, zeg maar, tussen de Uifraat eh, en, en de, de Middellandse Zee uitkiest om daar voor eeuwig te wonen in het midden van het volk dat hij maken zal? Wat is er met dat land? Er staan hele bijzondere dingen over het land. De profeet Zachariah noemt het land het sieraadland. Ezekiel spreekt in Ezekiel 38 over de navel van de aarde, dat is het middelpunt van de aarde. Maar, maar misschien zou je daar ook zelfs aan kunnen verbinden: de navel is niet alleen. Uh, het middelpunt van het lichaam, zeg maar. Maar ook de verbinding met het leven. Verbinding met God. Zou dat erachter kunnen zitten? Deuteronomium 11 is een, een, een mooie tekst. Daar introduceert God het land aan, aan Mozes. En hij zegt tegen Mozes in Deuteronomium 11: Dit land is anders dan het land Egypte. In het land Egypte daar stroomt de Nijl. Uh, het land Egypte is zelf. Voorzienend zou je kunnen zeggen, dat bedruipt zich wel met zo'n grote rivier. Maar het land Canaan, waar ik jullie naartoe breng, dat is heel anders. Er staat in, in Deuteronomium 11, maar het land waarheen gij trekt, vers 11, om het in bezit te nemen, is een land van bergen en dalen dat water drinkt van de regen van de hemel. Het wordt gedrenkt door de hemel. Het is een land waarvoor. De Heer, uw God, zorgt. Bestendig zijn de ogen van de Heer, uw God, daarop gericht, van het begin van het jaar tot aan het einde. Het is een land waar God van, van januari tot december naar kijkt. Het is een land waar Hij zelf voor zorgt. Het is een land wat gedrenkt wordt. Met regen, uit, met water uit de hemel. Ik denk dat dat trouwens ook de reden is. dat als God Abraham in, het, in dat gebied, in dat land brengt. dat er hongersnood is. Dat staat er. Dat is heel vreemd, zou je kunnen zeggen. Het is een beetje ongelukkig allemaal. om Abraham dan nou net te brengen. als er niets te eten was. Maar ik denk dat Abraham daar had kunnen leren. als dit het land is waar God voor zorgt, dat gedrenkt wordt met water uit de hemel. Om, om daar te leren bidden, zo kun je eigenlijk ook alleen maar in dat land zijn, biddend om de zegen van God. Goed. In, deze, in, uh, in Leviticus wordt het land zelfs noemt God het land zelfs mijn erfdeel, mijn erfdeel, mijn nagala. Zo bijzonder dat je uh, dat je zegt, God is dan een schepper van hemel en aarde. Je zou kunnen zeggen dat elke kruimel zand van God is. En toch zegt hij over één bepaald gebied op deze aarde. dat het zijn persoonlijke bezit, zijn persoonlijke erfdeel is. Hij zegt in Leviticus 25 tegen het volk Israël: Jullie mogen er maar niet wat mee doen met dat land. Jullie mogen niet verkopen of zo, want het, het is jullie bezit niet. Het is mijn erfdeel. Jullie wonen daar goed beschouwd als vreemdelingen, als gasten bij mij in huis. Wat duidelijk is, is dat het land, zoals een grenzen heeft tussen de Middellandse Zee en de Uifraat, soms de Jordaan, als een voorlopige grens, in het zuiden de Sinaï, in het noorden de Libanon, maar het hart. Van het land is toch wel een berg. En dat zal later blijken de berg Moria te zijn. Daar, daar, daar neemt God Abraham mee naartoe en daar, doet, daar, daar ondergaat Abraham ook de ultieme test. Of hij God laat bepalen wat goed en kwaad is op die plek. Of hij alles uit handen wil geven. Of hij bereid is zijn vertrouwen niet te stellen op wat voor ogen is, wat hij ziet, zijn zoon. Maar bereid is. Dat, dat uit handen te geven en, en te blijven geloven dat God zijn beloften zal waarmaken. De Hebraïebrief zegt, Abraham geloofde zo dat hij dacht, als hij het zou doen, als hij, het, als hij zijn zoon zou offeren, dat God hem zijn zoon ogenblikkelijk zou teruggeven in de opstanding. Nou, Isaac natuurlijk ook, die het hout draagt. In de christelijke traditie vaak het beeld van Christus geworden. Die het hout draagt en die... Die ja, ook bereid is om God te vertrouwen. Die niet van de berg afrent en zegt: Nou, geloof is mooi. En ieder dus zijn eigen geloof. Maar je kunt ook overdrijven, pa. Nee, die meegaat. Goed. Die, die berg, de Moria. Later de berg Sion genoemd ook wel. Daarvan zegt Mozes in het lied bij de Schelfzee: Ik weet waar u ons naartoe brengt. In Exodus 15 zegt hij. Gij leidt het door uw kracht naar uw heilige woning. Gij brengt hen en plant hen op de berg die uw erfdeel is. De plaats die gij, heeren, tot uw woning gemaakt hebt. Het heiligdom door uw hand gesticht. U plant ons volk straks op de berg die uw erfdeel is. De Joodse traditie. Die zegt, nou heb je genoeg gepraat. Um, dus al duidelijk: die plek is zo bijzonder. Omdat het de plaats van het paradijs is. Dat is wat de Joodse traditie zegt. Er staat. Mensen denken dan vaak dat Ede ergens tussen. Um, ergens in, bij, bij Ur ligt of bij Babel, ergens in Mesopotamië. Misschien ook wel. Om, omdat er staat in Genesis 2, plantte de heren een hof in Ede in het oosten. Dan denk je al gauw, nou, dat staat daar ergens in het oosten. Nou is Babel in de Bijbelse um, richting uh, van denken nie, niet het oosten overigens, maar het noorden. Maar um, als je, als je de, de uitlegging op na... Leest, dan is dat woord, dan Rashi bijvoorbeeld, een, een Joodse beroemde uitlegger, die heel veel gezag heeft, die zegt, ja, je moet dat zo lezen. God plantte in het oosten van Ede een hof. In Ede plant hij een hof in het oosten, in het oosten van Ede. Dus Eden, het paradijs is een veel groter gebied, of Ede is een veel groter gebied... maar in het oosten daarvan plant hij een hof. In het oosten, Mikedem in het Hebreeuws kun je ook heel makkelijk, en dat doen er dan ook veel vertalen als van ouds of van tevoren. Dan betekent het niet dat God ergens in het oosten een hof plantte, maar dat hij voordat hij Adam en Eva schiep, al van tevoren een hof plantte in Ede. Zo kun je het ook vertalen. En de Joodse commentatoren zeggen dan, ja, dat is natuurlijk ook zo, want de hof van Ede werd dan op de derde dag geschapen door God de planten en, en de dieren en zo. Schiep. Zou dat echt zo kunnen zijn? Dat dat land Canaan, waar God Abraham naartoe brengt, de plaats is van het paradijs. En met name die, die berg waar, waar Abraham dan je zou kunnen zeggen gevraagd wordt om God te laten bepalen wat goed en kwaad is en dat niet in eigen hand te nemen zoals Adam deed. Zou het zo kunnen zijn dat God Abraham meeneemt naar de plaats waar het ooit begonnen is, waar God wandelde in de avondkoelte, waar die neerdaalde uit de hemel en waar Adam en Eva zondigden? Vreemde gedachte is het niet. Wat, wat bijzonder is als je naar de profeten kijkt, is dat, dat, dat er een, 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 een... Zo wordt dat dan genoemd, dat als het volk Israël zondigt en God zegt, ga dan maar weg, ga dan ga maar uit, dan zie je dat, dat het land, dat, zo wordt dat genoemd, dat de gaarde, in Jeremia 4, dat de tuin verandert in een wildernis. De tuin verandert in een wildernis. Jeremia 4 zegt, er waren geen mensen meer, er waren geen vogels meer, er waren geen dieren meer, door zo ijzingwekkend stil. En de gaarden veranderde in Tohu wa Bohu, dat is de eerste zin van de Bijbel, woest en leger. Maar als de kinderen Israëls terugkeren, dan, dan heb je ook weer die verwijzing naar, naar de hof van Ede. Bijvoorbeeld, uh, ja, Isaiah uh, 51, vers, vers 3. Want de Here troost Sion. Hij troost al haar puinhopen. Hij maakt haar woestijn, haar wildernis als Ede en haar wildernis als de Hof des Heren. Dus er is wel een, een, een verbinding zeg maar, bij de profeten. Als ze zondig en weggaan, dan wordt de tuin een wildernis. En als ze terugkomen, wordt de wildernis weer als de hof van Ede. Anderen die wijzen erop dat, um, dat er een bepaalde geografie is van, van het paradijs. Daar nou, er staat er niet zoveel van. We hebben dat van het oosten al gehad, maar er zijn twee bomen die de heren daar neerzetten. Eén boom daar mogen ze niet aankomen. Die staat voor de kennis van goed en kwaad. En als ze dat doen. Um, dan ontdekken ze wat elk mens ontdekt als hij groot wordt. Namelijk dat hij naakt is. Kinderen hebben dat allemaal nog niet zo goed in de smiezen. En baby's zeker niet, maar de pubers wel. Hè? Als mensen groot worden. als ze zelf keuzes gaan maken. als ze zelf gaan uitmaken wat goed en kwaad is. dan ontdekken ze ook dat ze naakt zijn. En dat is, dat is uiteindelijk natuurlijk ook. De, de diepere betekenis van de zonde valt. Het is niet zo dat de wereld gebroken is, omdat iemand, mag ik het zo oneerbiedig zeggen. een hap van de verkeerde appel genomen heeft een keer. Waardoor mijn kinderen zeggen: Nou, dat is dan wel maar. Nee, er is iets, iets veel meer aan de hand, veel, veel diepers aan de hand. De mens kiest ervoor om op eigen benen te staan, en God niet meer als zijn vader te accepteren. Vandaar dat Jezus later ook zal zeggen: Als je niet wordt als een kind, kun je het koninkrijk van God niet in. Dat is de, je, je toe-eigenen van de kennis van goed en kwaad. Zelf zeggen: God, u bent aardig en lief en we hebben helemaal geen hekel aan u, maar, maar laat ons nou alsjeblieft zelf bepalen hoe we geloven, hoe we leven en waar we, hoe we het allemaal doen. Nou, en, en God als het ware buiten je leven zetten, als. Als denk ik waar, waarvoor God de schepping en de mensen überhaupt gemaakt heeft, namelijk om vader te kunnen zijn. Er is ook een, er is ook een andere boom, de boom van, de, van, de, van het leven. De boom des levens. Je. Uh, ik weet ook niet. Aan de ene kant is de mens natuurlijk stof. Hij is gemaakt uit de stof van de aarde. En God beademt hem, kust hem als het ware wakker, geeft zijn geest in Hem. Maar er is dus ook die boom van het leven. En ik denk dat dat er ook voor staat dat die, dat die boom het leven toedeelt. Een geschenk van God. Ze hebben het leven niet in zichzelf. Adem en Even zijn niet onsterfelijk in zichzelf. Ze zijn wel onsterfelijk, maar zolang ze in verbinding blijven met, met God zelf, met de boom van het leven. In de Griekse filosofie, daar wordt de kerk later wat door geïnfecteerd, is, is dat, daar is de mens gewoon uh, eeuwig. Maar in de Bijbel lijkt het erop alsof de mens stof is en tot stof zult gij wederkeren, tenzij dat hij door de geest leeft. En een verbinding heeft met de boom des levens. Maar er is ook een bron. En uit die bron, die in de hof ontspringt. uit die bron stromen vier rivieren uh, voort. En die vier rivieren daarvan zegt de Bijbel. dat er twee stromen. In Mesopotamië, in het noorden, de Uifraat en de Tigris, ze worden ook zo genoemd. Maar er zijn er ook twee die uit die bron komen, die stromen helemaal in het zuiden: in Ethiopië. Uh, ze omlopen het land Ethiopië. Met andere woorden, er is een bron met twee rivieren in het noorden en twee rivieren in het zuiden. En zou je nou, als het ware, in gedachten. Teruggaan en de loop van die rivieren vormen. volgen. en je zou teruggaan naar de oorsprong. naar de bron, dan moet die daar ergens in het midden liggen. En het land Kanaan ligt inderdaad midden tussen Mesopotamië. en Egypte en Ethiopië. Dus dat zou ook een aanwijzing kunnen zijn. Bovendien, dat is nog belangrijker. zien we bij de profeten. dat die bron nog steeds aanwezig is en dat die uiteindelijk. Aan het einde weer zal ontspringen. Ezechiel vertelt over een bron die begint te sijpelen. en dan tot een stroomtje wordt, tot een beek, tot een rivier. waarin hij alleen nog maar kan zwemmen. en die zo krachtig is, dat, dat, dat zelfs het water van de Dode Zee weer, weer gezond wordt. En Joël vertelt dat ook. En Jezaja vertelt dat Jeruzalem een stad zal zijn. waar zelfs schepen varen. En Zachariah vertelt het, dat. Bij de wederkomst er een bron ontsloten zal worden. En dat er levende wateren zullen stromen in Jeruzalem. Je zegt heel zo mooi. En dan staat er over die beek: aan het einde. Langs de beek zullen op haar oevers aan weerszijden allerlei vruchtbomen opschieten. Vers 12. Waarvan het loof niet verwelkt. En de vrucht niet opraakt. Elke maand zullen ze vrucht dragen omdat hun water uit het heiligdom komt. Hun vruchten zullen tot spijzen zijn en hun loof tot geneesmiddel. Als je dat nou eens op een rijtje zet, allemaal, of misschien nog niet eens, maar eigenlijk is het natuurlijk ook logisch. Als je naar de heilsgeschiedenis kijkt, is het natuurlijk logisch. Alles wat belangrijk is, behalve de, de gave van de Torah, maar, maar de eredienst, de profeten, uh, het evangelie, de tempel, uh, de uitstorting van de Heilige Geest. De Heer Jezus, niet voor niets. Je zou zeggen dat is een beetje overbodig, maar moet je kijken hoe vaak het woordje tuinhof in de laatste week bij de Heer Jezus een rol speelt. Hè? Hij, hij worstelt in de hof. Hij wordt, dat staat er zo, naar de hof van Pilatus, de hogepriester, gebracht. En vervolgens naar de hof van Pilatus. En hij staat op ook in de hof. Ja, dat is niet voor niks. Alles wat er gebeurt, zijn terugkeer, want zijn ogen, ze, ze zullen hem zien die zij doorstoken hebben. En waar zien ze dat? Als de volkeren zijn opgetrokken naar Jeruzalem, naar de navel van de aarde. En Israël benauwd wordt, dan zal de Messias terugkeren en zijn... Volks, ze, 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 de staat er, ze, ze, zullen zien die zij doorstoken hebben. Met andere woorden, alles gebeurt daar. Ja, dat is eigenlijk ook logisch. Als alles in de heiliggeschiedenis wat belangrijk is gebeurt, dat dat niet in Kazachstan gebeurt of in uh, Schotland, maar dat God daarvoor gaat naar de plek waar die begonnen is. Met andere woorden, dat het daar straks eindigt, waar het ook begonnen is. Dat God aan het einde van de heilsgeschiedenis weer terug is bij de eerste bladzijde van de Bijbel. Een God die niet loslaat het werk van zijn handen. En... Maar zult u zeggen, ja, maar het paradijs is nu toch weg? Ja, dat, dat paradijs is, is, is niet weg. Het is, het is niet vernietigd. Na de zondeval. Het is, het is opgeheven, zou je kunnen zeggen. En dan lees ik Openbaring 22. En dan staat er: En hij toonde mij een rivier van het leven, helder als kristal, ontspringende uit de troon van God en van het Lam. Dus je ziet eigenlijk het hemelse oerbeeld van het paradijs. Midden op haar straat, we hebben dat net bij Ezechiel gelezen. En aan weerszijden van de beek van de rivier staat. Het geboomte van het leven, staat de boom van het leven weer. Het geeft twaalfmaal maal vrucht. Iedere maand zijn vrucht en de bladeren van de bomen zijn tot genezing van de volken. En dan zie je dat, dat, dat paradijs, dat dat, dat dat ligt binnen de, de, het nieuwe Jeruzalem. Het, of niet nieuwe, het nieuwe, de heilige stad Jeruzalem. Die straks als een bruid... Zou haar bruidegom. Ze had een bruid, staat hier. Kom hier, ik zal u tonen: de, de bruid, de vrouw van het Lam. De vrouw van het Lam, de vrouw van Christus. En dan wordt het de heilige stad Jeruzalem genoemd. Ik ben dan ook geneigd om te zeggen: als er sprake is van de bruiloft van het Lam. Dat het niet een of andere onderontje is van Christus met de kerk, zo, dat mag ik niet zo zeggen. Maar, maar dat dat de vereniging is op aarde van Jeruzalem, het hemelse Jeruzalem, met, met de bruidegom, met het lam wat neerdaalt op haar plek. En die plek is, dat is logisch, uh, dat weten we allemaal. Als de heilige stad het hemelse Jeruzalem met daarin de heilige... zal nededalen uit de hemel, dan komt het niet ergens in Californië terecht. Maar iedereen weet waar we dan moeten kijken, waar het hemelse Jeruzalem. Hè, als je nu in Jeruzalem bent, dan denk, denk ik wel eens van, nou ja, het, het ziet er nog niet zo uit als het Koninkrijk met al die wolkenkrabbers en die huiskranen en dat drukke verkeer en die smok en die bussen en die toestanden. Maar. Ik kan me dat ook geen voorstelling geven, maar dat zal denk ik straks veranderen als niet alleen de Heer God zal terugkeren en, 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 en de Messias zal terugkeren. Zijn voeten zullen staan op de olijvenberg, staat er, Maar dat ook, ook in één keer, de Heer Jezus noemt dat de wedergeboorte. Weet je wel, wij kennen dat ook wel, wedergeboorte. En wij gebruiken het dan, oh, dat is ook wel goed hoor, uh, vaak als iets heel persoonlijks, hè. Meneer Jezus gebruikt het ook voor de grote omwenteling, de grote verandering. Nou, hij zegt bijvoorbeeld tegen zijn discipelen, jullie zullen, jullie die mij gevolgd zijn, zullen straks in de wedergeboorte zitten op twaalf tronen om de stammen van Israël te richten of te regeren. Dat zullen jullie straks doen in de wedergeboorte. Goed, dat gebeurt dus daar. Jezus zegt trouwens ook om nog even daarop terug te komen aan het kruisheden zult gij met mij in het paradijs zijn. Het paradijs is dus verheven, opgeheven, in de hemel aanwezig. Dat betekent niet alleen dat we mogen weten dat als we in Jeruzalem zijn, een keertje, dat we niet alleen in een stad zijn waarvan we zeggen, nou daar is ook een hoop te zien van vroeger. Hier heeft Jezus ooit gelopen, hier hebben de profeten ooit gesproken. Nee, dan ben je in de stad. Niet alleen van het verleden, maar ook in de stad van de toekomst. Daar zal het allemaal zijn voleinding vinden. En ik denk dat we dan ook begrijpen. waarom er geen plek op aarde is. die zo omstreden en zo aangevochten is. Als juist deze plaats Sion. En dan zal dat in de ogen van mensen te maken hebben met een andere godsdienst en dergelijke. En dat er altijd wel wat om getwist is. Dat is trouwens niet helemaal waar. In de tijd toen het christendom er was, is er helemaal niet getwist. Wel, ja, om Jeruzalem natuurlijk, maar niet om de, de navel zelf. Het was een vuilnisbelt. Berg Sion was een vuilnisbelt, eeuwenlang. Toen de islam kwam, is het weer in... Nou ja, betrekkelijke luister herstelt. Maar het maar is een strijd om die plek. Als, als vandaag Israël zou zeggen... En nou gaan we daar de derde tempel bouwen. Nou, dan... Uh, dan zullen de mensen van maandag zeggen... Ik wacht nog even met... Uh, ik denk dat ik me dat ik toch toch even wacht om naar Israël te gaan. Maar achter de coulissen van het alles... als Zoals Paulus zegt, we te strijden hebben tegen de geestelijke boosheden in de hemelse gewesten. beseffen natuurlijk ook wel dat er een enorm verzet is van de vorst van de duisternis. Hij, hij kan de, de geschiedenis niet, niet meer ongedaan maken. De, de Heer Jezus heeft zijn offer gebracht en de duivel is uit de hemel geworpen. En er staat in Jezaja, als hij zijn ziel tot een schuldoffer gesteld zal hebben, dan zal het voornemen van de Here door zijn hand voortgang hebben. Maar, maar hij kan wel proberen te stagneren, te, te frustreren. Eh, wat de Satan geprobeerd heeft, is dat hij zegt, ja God, u gaat wel verder naar de, nee, de herstelziening, maar ik zal proberen om ervoor te zorgen dat als u daar bent, dat u daar aankomt zonder het volk dat u gemaakt heeft. Want die zijn verdwenen in, in de ovens van Auschwitz en die, die zijn door, door de kerk terzijde geschoven. Als mensen die, als een volk dat voorbij gegaan is, nou dat is hem niet gelukt in tegendeel. Op de rand van de vernietiging heeft God ervoor gezorgd dat de staat Israël binnen drie jaar een feit was. En nu probeert hij ervoor te zorgen dat de plek zelf onbereikbaar wordt. En nou, hij zegt natuurlijk: ja, Joden mogen wel wonen in Tel Aviv. Joden mogen wonen in, in Asdod, daar zeggen we er niet zoveel over, tenminste nu nog niet. Maar, um, en nee, dat, dat heeft natuurlijk niet, niet eens zoveel betekenis voor Israël. Ik bedoel, wat is er nou in Tel Aviv? He, ik zeg wel eens, wat is er nou gebeurd in Tel Aviv? In Jaffa, daar heeft een keer een profeet de verkeerde boot genomen, dat, dat is alles. <laughs> maar, maar, maar waar het om draait nu. Is, is het hartland van Israël, waar alle Bijbelse plaatsen liggen, Judea en Samaria, Hebron en Shiloh, noem maar op. Daar ligt het pad van de aartsvaders. En het hart van het hart is Jeruzalem. En het hart van Jeruzalem is de berg Moria, de Tempelberg. En daarvan zegt de wereld, ingefluisterd onbewust door de vorst van de duisternis: Er komt pas vrede. Als jullie dat opgeven, en wij weten dat er pas vrede komt als God daar zal terugkeren. Dank u voor uw aandacht.